Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag een redelijk warme zolder met de ramen open, dus af en toe wat geluid van buiten. Ik heb hier een lilliput die kortsluiting maakt. En ik ben benieuwd wat er verder mee mis is. Ik zie in ieder geval dat het hekje aan deze kant op het wielstel zit. Op deze kant zit het vastgelijmd aan het chassis, lijkt het. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar het zorgt in ieder geval voor dat dit draaistel niet heel veel ruimte heeft om te bewegen. Als ik de voltmeter opzet, ik neem dit wiel. Eens kijken. Ik heb helemaal geen. Dat zou hij moeten doen. Maar dat doet hij hier niet naar. Kijk, daar is een probleem. En die ook niet alle wielen lijken stroompick-up te hebben. Maar diegenen die dat wel hebben, die geven meteen ook aan dat er een kortsluiting is. Dus ik ga deze eens openmaken en kijken wat ik hierin aan ga treffen. Het openmaken doe je met deze twee pinnen aan de zijkant. En deze heeft de ondersteuning voor stroompick-up vanuit de bovenleiding. En daar is dit schakelaartje voor. Die zegt stroom van bovenleiding of stroom niet van bovenleiding. Ik heb hier al een losse draad. Dus dat is een goed begin. Er zitten wat lampjes in. En ik denk toch echt dat dit wat hier opgelijmd zit daar niet op thuis hoort. Dat denk ik nog steeds. De motorwagen, het draaistel met de motor, dat steekt dus een heel eind uit in de trein. En de motor zit hierin. Wat ik ga doen is de bekabeling nalopen, die hier overal los doorloopt. Ook deze losse eindjes eens bekijken waar ze naartoe zouden moeten. En mogelijk wat los solderen, wat opnieuw vastzetten als het nodig is. Om te kijken waar ik op uit ga komen. Als ik stroom recht op de motor zet, dan loopt die en dan gaat er een lampje branden. Nu is er één lampje losgeschoten, dat is deze. Maar daar lijkt het probleem ook niet in te zitten. Dus het zou kunnen dat het te maken heeft gehad met dit draadje wat hier tegenaan zat. Nou, met kortsluiting maakt. Ik vermoed dat het hier vast moet. Ik ga eens even kijken, wat meten. Het probleem met alleen met deze, met name deze simpele motoren is. Als je een zwakke spanning opzet, loopt de stroom door de motor heen. Die is te zwak om de magneet, om het magnetisch veld op te werken, waardoor die zou moeten gaan draaien, doordat die niet draait. Maar de stroom te zwak is, krijg je een soort van kortsluiting. Deze voltmeter levert niet genoeg stroom en zal dus zeggen dat de motor kortsluiting maakt, terwijl de motor eigenlijk helemaal prima in orde is als ik er meer stroom op zou zetten. Nou weet ik dat dat in eerste instantie niet het geval was, omdat ik direct kortsluiting kreeg op de wielen. Maar als ik de motor doe, krijg ik nog steeds die kortsluiting, terwijl je net zag dat hij wel werkt. Ik heb deze getest op de baan, toen hij nog dicht zat. En toen kreeg ik alleen maar kortsluiting en gebeurde helemaal niks. Dus ik weet dat er iets mis mee is. Maar in zo'n geval zegt deze dus niet zo heel veel. Hier zie je hem nu lopen met de stroom via de rollenbank. En als dit draadje hier tegenaan komt tegen het loodblok, knettert het en stopt hij. Dus inderdaad, deze loszittende
Dat is het probleem van de kortsluiting. Nou ga ik eens even kijken waar die eigenlijk naartoe zou moeten gaan. Of waar ook waar die vandaan komt. Dit is duidelijk geen locomotief met diodes op de verlichting. Dus die gaan allebei de kanten op draaien. En hij loopt nog wat stroef. Maar elektrisch klopt hij nu dus weer. Het was één draad die hier tegenaan zat. Het kan natuurlijk nog steeds zijn dat als ik de kapper op doe, dat de hele boel anders gaat werken. En ik zit nog hiermee. Die zou ik er toch ook wel af willen halen, denk ik. Om hem op de goede plek terug te stoppen. Zodat hij ook weer beter zijn bochtenwerk kan doen. Nou, kijk, dit is niet voor het eerst dat ik dit zie. Hij doet het dus goed tot de kapper op gaat. Mogelijk wordt deze te laag naar beneden gedrukt. Waardoor dat hij weer kortsluiting maakt. Of er komen dingen hier tegenaan. Losse draden tegen deze strip aan. Ik ga daarvoor even een paar stukjes tape plaatsen of wat plastic gebruiken om even te testen. Kijken waar het probleem zit, zoals dit stuk. Als hij dan nog goed dicht kan, maar ja, voor testen maakt dat niet zoveel uit. Nee, maakt nog steeds kortsluiting. Dus ik ga even met dat tape aan de gang om ervoor te zorgen dat deze bovenste plaat die ze hier hebben gezet geen kortsluiting maakt met een van de metalen onderdelen van de locomotief. Ik denk dat het ergens niet goed gaat. Maar dat is niet ongebruikelijk hier dat er zoveel meer dingen mis mee zijn. Hij loopt. Het probleem met het dichtdoen van de kap zat aan deze kant. Dit draadje werd naar beneden geduwd en kwam in contact met het blok lood. En dan trad er kortsluiting op. Dus ik heb er het draadje vastgezet en ik zorg er ook nog voor dat dadelijk, als hij nog een keer verschuift, hij niet weer kortsluiting maakt. En hij loopt redelijk. Ik heb hem schoongemaakt met isopropiel alcohol, met name de koolborstels, en ik heb hem opnieuw gesmeerd. En voor een lok van deze leeftijd en voor een transformator van deze leeftijd denk ik dat dit het best haalbare is. Hij hobbelt wat, hij schudt wat, maar hij is wel betrouwbaar geworden nu. Tot zover. Ik heb gekeken naar dit hekje. Dat ga ik echt niet loskrijgen. Dus dat laat ik erop zitten. Dat beperkt hem wat in de bochten. Maar dit is er toch ook eentje die ik denk ik niet zelf ga rijden. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe en deel en dat soort dingen. En tot een volgende keer.